Voor we vandaag echt aan beginnen, even een kleine persoonlijke bekentenis. Ik heb een hele grote boon voor Mazda. En dat is om één simpele reden, namelijk dat de Japanners de patekes zijn onder de Japanners. Omdat ze altijd iets anders doen dan de rest. En daar zijn ook genoeg getuigen van. En een hele hoop van die getuigen die staan hier nu in Autoworld op de Mazda Expo. Die kan je zelf bezoeken van vrijdag 16 oktober tot en met zondag 13 december. Maar uiteraard zouden wij Autogids / Autowereld niet zijn als wij die in avant-première al even gingen bezoeken. En wie zegt Expo en Autoworld, die zegt uiteraard ook conservator Leo. En die is hier uiteraard weer aanwezig. Dag Leo, goedenavond. Ondertussen. Goedenavond, ja. 100 jaar Mazda. Ik heb net gezegd, Mazda zijn een beetje patekes, omdat die altijd anders doen dan anders. En er staan hier wel heel wat getuigen van dat aparte karakter van Mazda. Hè? Ja. Waar zou je vandaag mee willen beginnen? Welke is de eerste auto dat je misschien beginnen met begin? Van de personenwagen zullen we beginnen met begin, dat is een R100. De auto waarmee ze niet op de Belgische markt zijn begonnen. Ze zijn op de Belgische markt gekomen in 1966 reeds. Ja. Met een 1500. Berline en Brek, die dan daarna een 1800 werd. Maar hiermee kwamen ze in 1969 naar de 24 uur van Francorchamps. Met dit? Met dit, ja. Dubbele wankel. En, je gaat het niet geloven, ze hebben ze bijna gewonnen. Nee. Ja. En hoeveel pk is dat ding? 100. 100 pk toch? De raceversie had 110 pk. Mooi, oké. Okay. Ze kwamen in 69 met drie auto's. Het is slecht afgelopen, want een van de piloten, een Belgische veteraan LD, is met zo'n auto verongelukt in de descente de Mazda. Maar ze hebben toen doorgereden. Het waren Japanners, samurais. Ah, ja. En ze werden vijfde en zesde. Mooi. Wel bijzonder knap voor zoiets. Ja, en in 1970 zijn ze teruggekomen met vier auto's. Ja. Na 20 uren reden ze aan de leiding. Ik voel het komen. En om 12:20 is de auto aan de leiding zijn motor opgeblazen. Hey. En een uur later, er was de tweede, werd de eerste, was ook een Mazda. Ja. Heeft hetzelfde euvel voor gehad en in de extremis is de race gewonnen door een BMW. Hubert Kellners, als ik het mij goed herinner. Dus eigenlijk hadden die wankelmotors toen niet ontploft, dan hadden we misschien nu een heel ander verhaal. Was misschien Mazda wel... Dat weet ik. Dat is groter misschien... dan ze, eigenlijk hadden ze de grootte gehad die ze misschien wel verdienden. Zij waren de enige. Want hoe komt het dat Mazda met wankelmotors begonnen is? Ja, goeie vraag. Je moet weten dat in de Japanse auto-industrie op het einde van de jaren 50 in zeer slechte doen... Allee, er waren enkele constructeurs. Japan herstelde nog altijd van de Tweede Wereldoorlog. Mazda, zijn fabriek stond in Hiroshima. Moet geen tekeningen maken. En de Japanse overheid zei, we gaan alle kleine constructeurs verzamelen in drie grote groepen. Dat was in Frankrijk na de oorlog ook gebeurd, trouwens. Maar er was een achterpoortje. Als er een bedrijf was dat een technologisch bijzonder verhaal had, dan moesten ze daaraan niet meedoen. En de zoon van meneer Matsuda, de oprichter van Mazda, die had reeds in 1961 een patentovereenkomst met Felix Wankel. De Duitser die de wankelmotor ontwikkeld heeft. En zodoende is Mazda met wankels begonnen. Om onafhankelijk te kunnen blijven. Er was heel veel. Dus in 1964, geloof ik, is de NSU Wankel Spider gekomen. Er is veel belangstelling geweest, zowel in Amerika als in Europa, om wankelmotors te gaan ontwikkelen. Er is zelf een wankeldiesel ontwikkeld door Rolls-Royce. Maar dat is allemaal slecht afgelopen. En enkel Mazda heeft... De wankelmotor verder ontwikkeld en heeft ook altijd geloofd. We zullen straks zien bij de racewagens, want ze waren al voor deze, waren ze al in 1968 aanwezig op de Marathon de la Route. Maar dat ga ik straks vertellen. Maar dus ze bleven in de wankel geloven en ze hebben ook
wankelmotoren blijven bouwen tot in een RX-8. Ja, inderdaad, want ik sla wat over, maar ik zie daar een RX-7 staan. Dan komen we stilletjes aan in mijn kindertijd, in mijn posterauto's. Absoluut, en die stond daar wel bij. Dat zeker. Maar ik wil nog één woordje vertellen over de Luce hier. Dat is een auto die in 1969 op de markt is gekomen. En bij ons al? Of in Europa. In Europa, ja. Trekt heel erg op de 1500 en de 1800. En wat niemand weet, die auto is getekend door Bertone. Ik ga u zelf meer zeggen. Door Giorgetto Giorgiaro heeft die auto. Himself. En als je dat een beetje bekijkt, die auto heeft wel een Italiaanse... Ik ging net zeggen, hij had... Zet er een Alfa of een Lancia logo op en hij zou er ook, hij zou ook passeren. Ja. Maar dat was toen bekend bij de inkraut. Maar je moet weten dat toen Japan, de Japanse auto's eind van de jaren 60, begin de jaren 70 op de markt kwamen. Dat was de vijand. Hè? Die kwamen met goedkope auto's op de markt. Mm. Die mechanisch in alle geval onverwoestbaar waren. Er was nog wel iets te doen aan het rijgedrag en zo. Ja. Maar die auto's waren goedkoop en waren zeer betrouwbaar. Dus voor de Europese automobielindustrie was dat de vijand toen. Ja. En het was dus Bertone en de andere Italiaanse carrossiers hadden liever niet geweten dat iedereen zou zeggen... Dus daar staat nergens Bertone op of zo. Oké. Ja, de grootste hand die je voet, die bijt je beter niet. Hè. Dus, absoluut, zo is het. Want deze was in Europa. Is dat een succes geweest? Of moeten we dan wat opschuiven eer dat Mazda echt bekendheid kreeg? Daar zijn geen 1000 auto's van gebouwd van deze. 890, als ik het mij goed herinner. Dus vanaf wanneer spreken we van dat je kan zeggen van oké, hier was Mazda al redelijk gevestigd binnen Europa? Schuiven we nog op? We zitten hier al eind jaren 70. Ja, in de jaren 70 hadden ze de RX2. En een RX3. Ja. Zij hadden toch een redelijke verspreiding. En dan vooral de 323, dat echt een succes was. Ondertussen bleven ze bijzondere auto's maken. Zoals deze, hè. Zoals daar net deze. Al gezegd. Poster, auto. Ik blijf er nog altijd een zwak voor hebben voor die auto. Dat is toch een van hun toppers, toch? Dat is een topper. Ik denk dat er wel bijna 500.000 van gebouwd zijn, alle series. Het is toch bijzonder, een sportwagen met een wankelmotor die behoorlijk betrouwbaar was. En de auto is eigenlijk heel eenvoudig qua lijn, maar hij is tijdloos. Hè? Ja, absoluut. Ja, over tijdloos gesproken, die daarnaast. Ja, uiteraard. Dat is natuurlijk... Ja, de MX-5... Als er één Mazda-icoon is, zal dit het wel zijn. Ja. Het is ook een gigantisch succes. Het model bestaat al 30 jaar. Absoluut, ze hebben vorig jaar hun 30ste verjaardag gevierd. Dit is een van de eerste. Mm-hmm. Met enkele tuning-accentjes. Dat gebeurt, zal ik maar zeggen. Ja. Het was een Amerikaanse journalist, mm-hmm. een Hall... die aan Mazda gezegd had, je moet een roadsterke maken voor de Amerikaanse markt, zoals in de tijd de Triumph TR3 of de MGA. Zoiets moet je maken, de markt zit daarop te wachten. En ze hebben dat uiteindelijk gedaan. Een heel eenvoudige auto met een 1600 cc in begin. Licht, heel goed weggedrag, heel simpel. Maar als je goed kijkt... Het is niet geïnspireerd op een Triumph TR3 of op een MGA, maar op een Lotus Elan. Ja. Het is echt, als je er een Lotus Elan gaat, we hebben hier boven een staan. Als je dat ernaast zet, dan zeg je oké, het is een evolutie. Ja, de originaliteit van het design is er niet, maar qua chassis en qua rijden, perfect een auto. Kunnen we allemaal over eens plus, zijn. Plus ook hier, we zeiden van de RX-7, eenvoudige auto, hè, eenvoudige lijn. Meer moet dat niet zijn. Dat is bij deze eigenlijk ook. Ja. Niet te veel chichi, strak. En heerlijk om mee te rijden. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Dat kan ik inderdaad bevestigen. Ja.
Over rijden gesproken, zullen wij eens doorsteken naar de sportkant aan de overkant? Ja. Want ik vermoed dat buiten de dieren die dan net geen succes geboekt heeft, dat er daar wel dingen staan. Absoluut. Waar ze wel succes ja, mee hebben. Zeker, zeker, okay. Zeker. Aha, Leo, de Cosmo, ja, die uiteraard voor elke autoliefhebber bekend. Maar ik wist wel niet dat ze daarmee hadden gereced, in alle eerlijkheid. Nee, dus ze zijn in 1968, Mazda was nog maar net op de markt in Europa, dus 66 in België. In 68 kwamen er vanuit Japan twee Cosmo's. De auto is in 67 op de markt gekomen. Ze kwamen hier meedoen aan de Marathon de la Route. En dat was eigenlijk een evolutie van de fameuze Liège-Rome-Liège rally die niet meer op de openbare weg mocht gereden worden. En daarom, dat was ook de automobielclub van Luik die dat organiseerde. Ze vertrokken in Luik, ze reden naar Nürburgring, dat is niet ver. Nee. En dan reden ze 84 uur. Maar Luik richting Nürburgring was ook à fond. Ja, ja, absoluut. Dat ze gaan, oké. En pak dat dat een liaison was. Ja. En dan reden ze 84 uur op de Nürburgring, Nordschleife. Ja. Zonder onderbreking. Dus dat was echt een uithoudingswedstrijd om u tegen te zeggen. Amai. Met drie piloten wel, ja. Toen. Ja. En de Mazda reed in de vierde en vijfde positie. In het derde laatste uur is er van de ene auto een wiel afgebroken. Ja. Is uit de baan gegaan. En er was een auto met een Belgisch equipage. Ja. De Pre was daar onder meer bij en de fameuze LD. En de derde was Akerman, geloof ik. En zij zijn vierde geëindigd, wat dat toch een prestatie was. Maar Mazda deed alles om te bewijzen dat hun wankelmotoren toch betrouwbaar waren. Ja. Waren. Dus de motor heeft het deze keer wel gehouden, de wankelmotor? De motor heeft het hier gehouden en dan nog wel 84 uur aan volle gas. Dus ja. Fantastisch. Ja, schuiven we wat op dan? We schuiven een beetje op. De RX-7 uiteraard. De RX-7. Meneer Beerman en Umberto Stefani in een tijd. Mm-hmm. Hè, die wouden wel een keer de RX-7 promoten. Door hem te laten deelnemen aan de 24 uur van Francorchamps. Ze gingen daarvoor bij Tom Walkinshaw, Show, die wel meer fameuze dingen gedaan heeft. Denk aan de Rovers, denk aan de Jaguars. Inderdaad, ja. In Francorchamps. En dus Tom Walkinshaw prepareerde twee RX-7's voor de 24 uur van 81. Er was een waarmee hij reed samen met de fameuze Pierre Dieudonné. En een andere was een Engels team, twee Engelse piloten, die bijgestaan werden door Le Régional Marc Duet. En die eindigde op de vijfde plaats. En op het einde van de wedstrijd, in de laatste relais, reed Dieudonné en heeft hij de leiding overgepakt. Hij had van Walkinshaw, van zijn teambaas eigenlijk, de opdracht gegeven. Alles geven, ça casse ou ça passe. De concurrentie est cassé en zij hebben de wedstrijd gewonnen. Mooi. Vrij nipt, mooi verhaal. Ja, en het was dus een première. Het was de eerste Japanse auto die de 24 uur van Francorchamps won. En de eerste auto met een wankelmotor, die de 24 uur van Francorchamps. Oh. Tot hiertoe de enige trouwens. En als we dan over overwinningen spreken, ja. 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 Ze hebben dan nog een keer hetzelfde gedaan in 1991. Maar dat was dan wel Mazda Japan, ja. Die naar Europa kwam met enkele 787B's. Ik moet zeggen dat meneer Depree in 1970 met een Chevron met een wankelmotor van Mazda al deelgenomen had aan de 24 uur van Francorchamps. Dus het was geen primeur eigenlijk voor de Mazda? Nee, er had dus alleen een deelgenomen in 70, maar zonder succes. Maar dus hier, trouwens, de drie piloten waren alle drie piloten die in Formule 1 gereden hadden of reden. Mm-hmm. Weidler, Johnny Herbert en Bertrand Gachot. Ja. De laatste Belg die de 24 uur gewonnen heeft, nog altijd. Voor sommigen is hij Fransman, voor anderen is hij Belg. Het is een beetje een duister verhaal. Hier staat er een Frans vlagje bij, maar de Belgen zeggen dat een Belg is. Maar dus ook weer de primeur. De eerste Japanner die de 24 uur van Le Mans wint. Toch een wedstrijd met wereldklasse en werelduitstraling. En ook weer de eerste wankel. In dit geval vier rotoren, 700 pk.
Er is mij gezegd, maar ik weet niet of het helemaal juist is, dat de andere constructeurs gereclameerd hebben na de overwinning in Le Mans. En dat ze gezegd hebben, kijk, die auto heeft een oneerlijk voordeel tegenover een normale auto met cilinders. Die motor is veel lichter, die draait veel sneller, ja, enzovoort. Dat is niet eerlijk dat die mag meerijden in onze, in ons milieu. Ja. En de reglementen zijn veranderd en de auto is gebannen uit de sportprototypes. Ja, had het dus niet gebeurd, dan was de kans reëel dat hij zijn palmarès nog veel groter was geweest. Zeker en vast, jawel. Ja, dat zeker. Ja. Ja. En dan misschien nog, ja, de, voor mij alleszins de minst bekende. Ja. Want dat is een rallyauto. Wat is een rallyauto? Dat is een rally, dus 323. Beerman, die in 1979 was het, geloof ik, de Mazda 323, die echt wel een succes was op de markt. En waarvan een vierwiel, waarvan een voor WD bestond. Dat was een tijd, de beginperiode van de Quattro's. Maar dat was heel vreemd dat er zo'n klein autootje ook vierwielaandrijving had. En Beerman besloot van een auto in te zetten in het wereldkampioenschap rally, groep N. Ja. Met Pascal Gabin, de zoon van Jean-Pierre, die in 1967 met een Porsche de 24 uren van Francorchamps gewonnen had, trouwens. En Pascal Gabin wordt in 1900, maar nu ben ik even aan het twijfelen, 1989 was het, niet 1979. 1989 wordt hij Europees kampioen, groep N. En datzelfde jaar wordt Grégoire de Mévius Belgisch kampioen. Eveneens met een Mazda. Allee. En in 1991 heeft de Mévius ook nog eens het Europees kampioenschap gewonnen met de 323. Er zijn toch resultaten die wat ondergesneeuwd geraakt zijn, hè? Ja. Toen was dat echt wel groot, hoor. Ja. Maar bon, dat... Allee, ik wil zeggen, zou Mazda toch niet in het rijtje zetten van Lancia, Peugeot? Nee, maar hoewel... het was groep N, hè. Het was, ja, het was geen groep B of zo, hè. Dus, maar bon, het was toch wel een mooi palmarès en een mooie overwinning. Een vreemde eend, en dat brengt ons eigenlijk naadloos bij misschien bij nog een stukje van deze tentoonstelling, want aan de andere kant staan nog wat vreemde eenden die je ons wat wou tonen. Ja, hè? Ja, zeker. Laten we misschien eens naar daar gaan. Eunos Cosmo. Als ik me niet vergis, Eunos, dat is Mazda's en Lexus, hè? Dat klopt, ja. De ooit auto... in Europa, dat heeft bij ons? Nee, die auto is alleen gebouwd voor de Japanse markt. Er zijn er toch bijna 9000 van gebouwd. Dat is echt een vreemde eend. Ik vind het een mooie vreemde eend, absoluut, trouwens. Absoluut. Ik vind het een zeer prachtige auto die nooit naar Europa gekomen is, maar die naar mijn gevoel misschien wel de mooiste auto is die hier op de tentoonstelling staat, uit het pure esthetische. Ja, ik begrijp al waarover dat je het hebt. Ja. Is en, daar, weet je waarom dat die nooit naar Europa is gekomen? Is daar een reden voor? Of nee, dat was voor de Japanse markt, omdat zij stuur aan de verkeerde kant stond. Voilà. Heel merkwaardig, die auto had een triple wankel. Dat is de enige productiewagen geweest met een triple wankel. Uit de geschiedenis. Maar bon, ik vind het een mooie auto en ik ben blij dat er meer is. Ja, we gaan nog eens naar jeugdsentiment, Leo. Want op een heel andere manier. Maar dit herinner ik mij, omdat mijn neven, waar ik altijd mee mocht rijden, die hadden er zo eentje. Ja. En ik heb dat altijd een briljante auto gevonden. En iedereen van mijn leeftijd zal zich ongetwijfeld nog de reclame herinneren. Absoluut. Schitterende reclame die heel veel prijzen gewonnen heeft. Absoluut. In heel Europa, want ze was in België gemaakt, maar dit geheel terzijde. Door, denk ik, Garbarski. Maar de 121 was een vrouwenautootje. Hè. Je mocht dat niet meer zeggen, maar het is wel waar. En het is misschien in de geschiedenis van Mazda in Europa hun laatste grote succesnummer geweest. Ja. Wat personenwagens betreft. Mm. Het was een heel bijzonder autootje. Het viel enorm op. En het valt eigenlijk nog altijd op. Het valt altijd op, hè. En maar, het is heel sympathiek. Maar wel geen wankel, hè. Nee, conventioneel, hè. Nee, dat is een gewoon viercilindertje. Ja. Dat was de concurrent voor de Honda Civic enzovoort. Ja. 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 Maar ja, dat was zo echt de tweede auto in het gezin. Ja. En dan, ja... Last but not least, zal ik maar zeggen. Hier...
Nog een postergeld, de RX-8. Nog een, ja, een bijzondere auto die eigenlijk het midden houdt tussen een coupé en een kleine berline. Ja. Hè, die het bijzondere kenmerk heeft dat hij twee grote voordeuren heeft. Ja. Normaal. En dat daarachter een beetje verstopt, je moet al van dichtbij kijken, twee kleine deurtjes heeft die omgekeerd opengaan. Ja. En waardoor dat instappen van achter zonder problemen gebeurt. En de laatste wankel. En de laatste wankel. Ja. En ook toch, ik denk dat er meer dan 400.000 van gebouwd Absoluut, zijn. Ja. Ja, ja. Dus echt wel een succes. 10 jaar op de markt geweest. En ook wel een bijzondere auto. De originaliteit van Mazda eigenlijk. Hè. Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk... Leo, je hebt de cirkel perfect rondgemaakt. Want ik ben net mee begonnen bij de intro. Dat Mazda een beetje een eigenaardig merk is, laat maar zeggen. En inderdaad, ja, er zijn genoeg voorbeelden die het aantonen. Hè. Dus ja, kijk, mensen thuis, we zijn rond. We hebben de belangrijkste dingen besproken. Maar er staat hier uiteraard nog veel meer. Ik heb trouwens gezien, van de laatste keer dat we hier op bezoek waren, dat jullie het een beetje heringericht hebben. Dus we hebben van de crisis gebruik gemaakt. Crisissen zijn uitdagingen. En wij hebben gezegd, oké, we gaan ons museum een boost geven. En we hebben een heleboel, verschillende nieuwe auto's. Aha. En we hebben heel de setup opgefrist. Dus het is de moeite, als het een jaar geleden is, je gaat het museum niet herkennen. Voilà. Dus reden te over om naar Autoworld af te zakken. Ik herhaal nog even de data voor de Mazda Expo. Dat is, Leo, dat is van 16 oktober tot 13 december. Voilà. Uiteraard zijn jullie daarna en daarvoor ook altijd welkom. Voor ons is het een tot ziens, tot een volgende en hopelijk voor jullie, tot één lezer. Dag. Dag.